Ik ga een truc doen die geen kaarttruc is, maar die mentalisme is. Ik leg dit kaartspel even in het midden. Dit is geen gewoon kaartspel. Dit is een gemerkt kaartspel. Dat hadden jullie nog niet gemerkt, maar het is echt zo. Maar die merkjes die zijn niet heel subtiel, zoals je zou verwachten dat een goochelaar dat stiekem gebruikt, maar heel groot. Dus op elke kaart staat een heel groot getal op de achterkant. Nou, stel je nou voor dat we dit kaartspel zouden uitspreiden en je zou al die getallen zien. En ze zouden helemaal op volgorde liggen. Welke ligt dan in het midden? Welk nummer ligt dan in het midden? Nou, ik denk dat Rob dat weet. Rob, 52 kaarten, dus in het midden ligt nummer? Wat is het, 28? Nee, ja, ongeveer. 26. 26. Ja, ja. Ja, nou, ik schrijf hierop, hier schrijf ik op 26, want die ligt hier in het midden. En Rob, weet je wat nou leuk is? Jij weet natuurlijk niet welke kaart 26 is. Maar als je nou je gevoel zou moeten volgen, welke kaart denk jij gewoon dat nummer 26 op de rug heeft? Noem de eerste kaart die je opkomt, nu. Klaver 4. Klaver 4. Nee, vind je een hele goede keus. Ik ga noteren. De klaver. En ik weet trouwens niet of dit jouw favoriete kaart is, maar Emiel en ik hebben wel allebei een favoriete kaart. En mijn favoriete kaart is de klaver 10. Ja, de klaver 10. Als ik bijvoorbeeld aan het klaverjassen ben of aan het pokeren, dat maakt niet uit, en ik heb de klaver 10, dan ga ik all-in. Maar dat is wel een hele andere kaart dan Emiel's favoriete kaart. Ja, ik heb een andere favoriete kaart. Ik heb namelijk de ruitenkoning. Dus ik doe hier gewoon een ruitje en een K. Dus we hebben de klaver 10 van Rob en de ruitenkoning van mij. Als we nu naar die ruitenkoning kijken en de nummer 26 is die klaver 4. Welk nummer denk je dan dat bij die ruitenkoning zou horen? Zeg het maar, nummer van 1 tot 52. Verras ons, kom maar. 33. 33? Ja. Fantastisch! Hoe doe je het? Nou, het is echt serieus knap, want je had feitelijk alles kunnen noemen wat je wilde. Nou, dan iemand met een enorme intelligentie, Diederik. Zou je iemand willen aanwijzen met een enorme intelligentie hier? Nee. Je mag zelf kiezen. Wat denk jij dat er hoort bij de klaver 10? Ik denk niet dat je het in één keer goed hebt, maar doe maar een gokje wel het nummer. Willekeurig. 20. 20, no! Fantastisch! Dit is echt fantastisch. Maar ik denk nummer 1. Nee, maar daarom heb ik jou ook niet gekozen. Ja. Nee, dat was niet goed geweest. Want, dus jullie denken dat bij die klaver 10 dat nummer 20 is. We gaan ze even doorlopen. Nummer 26 is die klaver 4. Ja. En de ruitenkoning is dan nummer 33. Kijk, en dat kaartspel ligt hier al de hele tijd. En ik ga dat er nu bij pakken. En ik zal het zo doen, ik zal de kubus eronder leggen dat jullie het thuis ook goed kunnen zien. Want in dit kaartspel zitten inderdaad 52 verschillende kaarten. En dat houdt in dat ergens ook inderdaad die klaver 4 bijvoorbeeld moet liggen. Kijk, ze zitten er allemaal in. Harte ruiten, klaver. Is het ook in een halve minuut? Ja, ik kan het supersnel. Want we gaan namelijk op zoek naar nummer 20 en naar nummer 33. We gaan op zoek naar nummer 20 en nummer 33. Daar is nummer 20. Oh, en we gaan naar nummer 33. Oh, ik word hier zenuwachtig van, want de tijd dringt. Maar we gaan kijken of we die nummer 33 kunnen vinden. Want als we die nummer 33 vinden, hoe bizar zou het dan zijn? Oh, je kwetst het wel lekker vol. Als die nummers op de achterkant corresponderen, laten we kijken of we die nummer 33 kunnen vinden. Want die moet erin zitten. Het zijn er maar 52. Ik moet er toch bijna doorheen zijn. En dan gaan we kijken of we ergens nummer 33 kunnen vinden. Daar is hij. Ja. Kijk, nummer 33. Want weet je wat nou het mooie is? Als dit nummer 26 is, op de klaver 4... Dat zou bizar zijn, Emiel, of niet? Dat zou bizar zijn! Dames en heren, geloof het of niet, maar dit is precies nummer 26. En als dit inderdaad de klaver 10 en de ruitenkoning is... Hey! Is het applaus helemaal bizar. Hey! Bizar! Ik snap er niks van!